kijken, anders vergeet ik iemand. Ze gaan er niet opvallen, maar in ieder geval het belangrijkste is dat onze vrijwilligers er zien. Vrijwilligers die voor ons dit jaar een bijzonder jaar hebben gemaakt. We hebben een jubileumjaar, het Schuttersgebouw staat er 100 jaar. En we hebben met elkaar, hebben we op een gegeven moment afgesproken, op een gegeven moment, en in de aanloop daar naartoe. We maken daar een prachtig jaar van. En ik moet zeggen dat het een prachtig en vooral ook een heel bijzonder jaar is geworden. Een jaar waar alle evenementen die er geweest zijn, ook goed zijn verlopen, een geweldige sfeer. En dat kan alleen met vrijwilligers, door jullie. We hebben een prachtige aanbouw gekregen, dat kan alleen door vrijwilligers. We hebben een prachtig beeldje gekregen, dat kan alleen door vrijwilligers. Al die vrijwilligers staan voor ons klaar. Met een mandje weer, wat prachtig verlopen is. Als je kijkt wat er toen alleen al gebeurd is en wie er klaar stonden voor ons, dat is echt, daar krijg je kippenvel van. En dat geeft je een ontzettend goed gevoel als vereniging en als Doornburgse gemeenschap. En dat mogen we best trots op zijn. En om daarmee te beginnen zou ik al een applaus voor jullie zelf mogen geven voor wat jullie ons hebben gegeven. Want zo is het natuurlijk. Jullie geven dat op een gegeven moment gegeven om en dat is vrijwilligerswerk. En dat is heel bijzonder. Dus nogmaals, we maken er vanavond een fantastische avond van. Het jaar is fantastisch gelopen. Het is bijzonder geweest. Maar ook die bijzondere momenten, daar zullen we straks voor jezelf met een goed gevoel over terugdenken. Zo blijft het en zo zal het ook altijd zijn. En zo hoort het ook te zijn. Dus nogmaals, hartstikke bedankt wat jullie voor ons gedaan hebben, voor dit gebouw, voor deze vereniging. Nogmaals, geniet van de avond. Dankjewel. Thank you.